De woorden, maar ik zie je echt nog graag, verliezen aan waarde als je ze uitgesproken ziet via een achteruitkijkspiegel. Ik draai er mijn nek niet voor om. Smeken doet ze nu, want iedereen verdient toch een tweede kans, zegt ze. Maar mijn blik fixeert de weg. De woorden, maar ik zie je echt nog graag, verliezen aan kracht, want het is maar, het is echt, het is nog. Nee, blijf jij maar zitten op de achterbank. Ik zet haar af aan het naaktstrand. Want voor haar was het een gewoonte om uit de kleren te gaan voor onbekenden. Ik schrijf omdat ik ook een grote fascinatie heb voor de taal, gewoon voor Nederlands. Want alles kan ermee gezegd worden. Het is niet zoals een film of een muziekstuk. Het is bijna exact uw interpretatie dat de luisteraar hoort en dat is het. De aarzeling hangt tussen woord en daad. Gevolgd door meer woorden als ik weet het niet. U kan u heel filosofisch stellen wanneer weet men iets. Tja, een paleis wordt ook maar gebouwd met gebakken steen en glazuur. Het is de fundering die telt. Ze mompelt misschien. Een bijna woord gevolgd door minder daden. Morgen stel je haar opnieuw de vraag of ze je nog graag ziet.